zit ergens hier van binnen. Dat gevoel dat je daar waar anderen stoppen, jij door wil gaan. In zijn hart wil de militair uitgezonden worden. Hij wil laten zien dat daar waar hij jaren voor getraind heeft, dat hij dat in de vingers heeft. Maar het is hard als dat dan ook je leven wegneemt. Je doet de deur open, een man in een spijkerbroek. En die stelt zich voor, ik ben Gert-Jan en ben jij Gisela. Ja, en op dat moment dan heb je al zoiets van, dit is Mr. Boel. Op het moment dat je voor die deur staat en nog voordat je op die bel hebt gedrukt, is het besef dermate intens dat je met de informatie die jij hebt het leven van die ander dusdanig op dat moment verwoest, dat is met geen pen te beschrijven. Hij was van ons, hij is van ons en hij blijft van ons. Je haat de persoon die gaat vertellen van, nou ja, sorry, maar Martijn is er niet meer. Voor mij maakt het niet uit. Omdat ik hem gewoon weer terugzie. Het lijkt soms wel zoeken naar ontbrekende puzzelstukjes die er niet zijn. Op sommige waarom-vragen zul je nooit antwoord krijgen. Later werd wel duidelijk dat er al veel fouten zijn gemaakt. Of we iets achterhouden.